Dank u wel. Voorzitter, er is een Achterhoeks gezegde en dat luidt... Wie pap wil eten, moet een lepel net vergeten. En dit betekent zoveel als je een klus goed wil doen... moet je wel zorgen het goede gereedschap bij je te hebben. Misschien goed voor deze ministers om deze Achterhoekse wijsheid boven hun bed te hangen. Want ik dacht namelijk dat het niet gekker kon in Den Haag... maar elke week blijkt dat het toch nog gekker kan. Het totale gebrek aan kennis op een ministerie dat miljarden wil uitgeven aan uitkoop en onteigening van boeren is vandaag pijnlijk duidelijk geworden. Want wat een mega blunder vandaag. Een lijst publiceren met stikstofuitstoters die voor geen meter klopt. Je hoeft geen Einstein te zijn om bij de publicatie van die lijst meteen al te denken dit kan nooit kloppen. Wij dachten dit wel en met ons vele boeren. Maar helaas zit er bij het RIVM en op het ministerie kennelijk niemand... die dit dacht. Ook niet de stikstofminister en ook niet de LNV-minister. De mensen die miljarden op de plank hebben gelegd... om die vervelende stikstofuitstoters uit te kopen en te onteigenen. Hoe kan het dat niemand heeft gezien... dat er onmogelijk hoge uitstootgegevens op die ammoniaklijst staan? En hoe kan het dat die lijst er op zijn minst 50% naast zit... maar soms zelfs 90%, dat die naar buiten wordt gebracht? En hoezo zou een generieke... een RAF-code op landelijk niveau wel adequaat zijn. Dan werk je toch met dezelfde foute cijfers. Ik heb begrepen van de minister inmiddels dat deze lijst niet al langer circuleert... en dat het speciaal op verzoek van mevrouw Bromet is opgesteld. En graag zou ik willen vragen om alle correspondentie tussen het ministerie en het RIVM op dit gebied... vanaf de vraag van mevrouw Bromet op 22 februari. Er zijn al zoveel twijfels over de gebruikte gegevens rondom stikstof en stikstofdepositie. En dit geblunder maakt dat er niet beter op. Misschien is er weer iemand in de zaal die op punt staat te roepen dat ik van de twijfelbrigade ben. Nou voorzitter, ik kan u vertellen, ik hoor hartstikke graag tot de twijfelbrigade. Mijn taak als volksvertegenwoordiger is namelijk om vragen te stellen. Mijn taak is om het kabinet te controleren. En juist op het onderwerp stikstof blijkt dat elke keer weer keihard nodig. De brief van het RIVM roept bij mij nog meer vragen op. Er wordt gerekend met die generieke norm. Hoezo? Van elk agrarisch bedrijf is de vergunde ammoniakemissie bekend. Waarom worden die vergunde kilo's niet gebruikt in de lijst? Die zijn bij elke provincie bekend en zo op te vragen. Hoezo moet er dan nog een berekening worden gemaakt? Waar slaat dat op? Afrondend op dit deel wil de stikstofminister boeren en burgers vanavond nog excuses aanbieden voor deze enorme flater. Voorzitter, de oplossing voor het door onszelf in Nederland gecreëerde papieren stikstofprobleem is volgens deze minister zonder kennis het opkopen van boeren. En als dat niet snel genoeg gaat, dan worden ze gedwongen onteigend, zonder ook maar één garantie dat daardoor de natuur herstelt. Want ook het PBL stelt, het Planbureau voor de Leefomgeving, die stelt bij het overschrijden van de kritische depositiewaardes, met andere woorden de stikstof die neerslaat dan op de natuur, even simpel gezegd, bij het overschrijden van die kritische depositiewaardes is er risico op natuurschade. Of dat echt wel zo is, dat moet worden vastgesteld. Het is dus niet per se zo. Deze stikstofminister, al autorijdend en fietsend over de Veluwe, kan zien dat de natuur op instorten staat. Ik vind het knap, want dan kunnen we alle deskundigen bij de overheid nu gaan ontslaan, want de minister stapt gewoon even op de fiets en maakt een rondje natuur. Zij stelde vorige week het voor boeren woest aantrekkelijk te maken om zich uit te kopen. En ik denk dan, hoe weinig empathie heb je dan? Boeren is het stoppen met je bedrijf een gigantisch ingrijpend proces. Veel boeren verkeren in psychische nood, wat leidt tot zelfdodingen. En dan staat de minister lachend op tv te vertellen dat het boeren woest aantrekkelijk wordt gemaakt. Ik vind het onbegrijpelijk. Dan weet je echt niet wat er in de gemeenschap leeft en speelt. 0,0. De minister kan het niet verhullen tijdens haar mediaoptredens. Het gaat niet om de kwaliteit van de natuur, maar het gaat om woningbouw. En dat verklaart ook waarom we werken met een kritische depositiewaarde als doel. Dit heeft namelijk geen direct verband met een goede staat van instandhouding. Het volledig inzetten op stikstof is kortzichtig en gaat niet werken. Behalve natuurlijk als het doel is om goedkoop grond te werven voor woningbouw of infrastructuur. Dan werkt het prima om hiervoor een onhaalbare KDW, oftewel kritische depositiewaarde, te gebruiken. Voorzitter, maatregel op maatregel, tiltvrije zones, bufferzones, verplichte braaklegging, extensivisering, opkoop. Kan de minister mij zeggen hoeveel landbouwgrond uit productie wordt genomen in Nederland door alle voorgenomen maatregelen? En daarbij komt nog de afbouw van het middelenpakket voor gewasbescherming en teeltverboden, die er samen voor zorgen dat er minder productie van akkerbouwgewassen komt. Kan de minister mij zeggen om hoeveel dit gaat?
Voorzitter, waarom steeds maar praten over reduceren in plaats van innoveren? De auto-industrie heeft 40 jaar geïnnoveerd en dit heeft geleid tot schonere auto's. Zelfs elektrische auto's. De autostapel is nooit gereduceerd. Er rijden meer auto's dan ooit. Het aantal dieren is de laatste 5 jaar sowieso al fors afgenomen. 1,5 miljoen varkens minder, 200.000 runderen minder, 20.000 schapen minder en 8 miljoen kippen minder. De sector reduceerde de laatste 30 jaar al bijna 70% stikstof. Wat is dat toch met die obsessie om die boeren weg te krijgen? Voorzitter, industriële bedrijven zetten hun latente ruimte via juridische trucjes om in geld of zetten niet gebruikte ruimte alsnog in. Denk aan de Amercentrale of Isover. Als je rekent met een generieke RAF-code, dan staat de verkoop van ongebruikte ammoniakruimte van Isover gelijk aan 150 melkveebedrijven. Hoeveel pasmelders hadden daarmee geholpen kunnen worden, vraag ik de minister. En waar wordt de stikstofruimte van de stoppers geregistreerd? Deze stikstofruimte lijkt uit beeld. Voorzitter, ik rond af. Ik heb begrepen dat minister Staghouwer niet van plan is om hard te gaan lopen voor derogatie. Kan hij dit bevestigen? Ik deel met de minister dat het onmenselijk is dat we steeds gebruik moeten maken van een uitzondering op de Europese norm. Het is bizar dat er op een continent met zoveel verschillen in omstandigheden slechts één norm geldt voor het uitrijden van mest. In de vruchtbare delta die Nederland is, kan er milieukundig, verantwoord, veel meer mest worden uitgereden op grasland. Diverse onderzoeken onderstrepen dat. Dus, voorzitter, geen derogatie meer, maar een differentiatie in de normen binnen Europa. Met een hogere norm voor grasland in vruchtbare gebieden, zoals Nederland. En dan hoeft de landbouwminister ook niet elke keer op de knieën in Brussel. Is de minister bereid om dit voor te stellen bij de Europese Commissie? Dank u wel.